Welkom bij het YouTube-kanaal van Sensation Massagepraktijk. Vandaag gaan we een oefening doen voor het bekken. Het gaat soms wel eens wat lastig om te bewegen. Misschien omdat je rugpijn hebt of omdat het een beetje vast zit. Vaak weet je niet precies wat de oorzaak is. En belangrijk is dan om dat bekken weer in beweging te krijgen. En dat gaan we vandaag doen. Ik ga je kort de oefening laten zien van vandaag. We beginnen met het gewicht op rechts te doen en terug. Dus op de rechterbil en terug, op de rechterbil en terug. En hetzelfde doen we naar links en terug, naar links en terug. En alles met het idee, hoe makkelijk beweeg ik op dit moment? Dan gaan we op de handdoekenrol zitten en we gaan opnieuw bewegen naar rechts. Dus met rechts ga je van de handdoek af en terug, van de handdoek af en terug. En hetzelfde doe je naar links. En wat voel je allemaal bewegen? En waar voel je het bewegen? En is er verschil tussen rechts en links misschien? Je legt je hand op je hoofd. En je herhaalt de beweging. En dat doen we ook aan de andere kant. Hand op je hoofd. En herhaal de beweging. Sluit af met twee handen op het hoofd. En ga van rechts naar links. En hoe beweegt dit voor jou? Haal de handdoekenrol weer weg. Beweeg weer op rechts en terug. Op rechts en terug. Op links en terug. Op links en terug. Gaat het makkelijker? Is er wat veranderd? Vind je het een interessante oefening? Kijk dan de uitgebreide versie. Dankjewel weer voor het kijken en leuk dat je deze oefening met me mee hebt gedaan. Volgende keer gaan we de laatste oefening doen van deze serie van 3. En dat is het bewegen van één kant van het bekken naar voor en naar achter. Ik hoop dat jij mijn video's interessant vindt. Zo ja, word gratis lid van mijn YouTube kanaal. En ik zie je volgende week weer. Doeg!